De klok zegt dat het 1 over 6 is, dus inmiddels is het 1 over 7. Dus ik denk dat het tijd is om te gaan beginnen. Dat hoeft niet, geks. Ik heet u allen van harte welkom. Fijn om elkaar allemaal te kunnen zien, te mogen zien in deze eerste vergadering, deze eerste sessie van deze nieuwe raad. We hopen er iets leuks van te gaan maken. Het gaat vanavond over het RKC opvolgonderzoek woonbeleid. Vroeg begonnen, veel gewonnen. En de raad worden drie beslispunten voorgesteld. En ik leg die graag in het midden. Wie mag ik daarover het woord geven? Mevrouw Gumbert, namens GroenLinks. Dank u wel, voorzitter. GroenLinks is blij met dit opvolgonderzoek, want het onderwerp sluit naadloos aan op de actualiteit. Wonen is voor onze inwoners met afstand het belangrijkste thema. En de nieuwe raad barst van de goede voornemens om de verwachtingen van kiezers in te lossen en in de grote behoefte aan betaalbare woningen te voorzien. De RKC doet drie aanbevelingen aan raad en college. Zoals altijd wil GroenLinks die graag ter harte nemen. Als eerste wordt ons raadsleden aangeraden om zich vooral in een vroeg stadium met nieuw woonbeleid te bemoeien, omdat er dan nog de mogelijkheid is om dat nieuwe beleid daadwerkelijk te beïnvloeden. In het rapport van het opvolgonderzoek lezen we dat er in de afgelopen periode geen enkel amendement door de Raad in stemming is gebracht op de 23 door het college ingebrachte nota's. In eerste instantie krabden wij ons achter de oren. Hoezo niet? Als we ons echt zoveel zorgen maken over de woningnood, hadden we dan niet veel meer moeten doen? Hoezo hebben we geen initiatief genomen om het voorgestelde beleid bij te sturen? Dan lezen we verder. Het college heeft blijkbaar slechts 5 van al die nota's ter besluitvorming aangeboden aan de Raad. We hadden natuurlijk bij kunnen sturen, maar de stukken werden meestal gepresenteerd als niet meer dan informatie. En dat brengt ons bij de tweede aanbeveling van de RKC, namelijk de informatiewaarde van de stukken die het college aan de Raad voorlegt. Het voorstel van de RKC om het raadsvoorstel versterken informatiewaarde, dat betrekking heeft op de PNC-cyclus, ook op dit thema toe te passen, omarmt GroenLinks volledig. Als de Raad weet wat het college wil bereiken, met bijbehorende nulmetingen, streefwaarden, prestaties en indicatoren daarvan, zal ze beter in staat zijn vooraf kaders mee te geven en achteraf de effecten te beoordelen. Het onlangs door het college opgestelde plan van aanpak naar aanleiding van de zogenaamde Duisenberg-motie biedt goede hoop. GroenLinks verheugt zich op de beleidsvoorstellen Nieuwe Stijl en zal niet aarzelen om die, indien nodig uiteraard, te amenderen. Mevrouw Gumbert, ik heb een vraag van de heer Beuzenberg. Ja, dank u, voorzitter. Ik zou mevrouw Gumbert willen vragen. Ja, ik moest even kijken. Even via de voorzitter misschien. Via de voorzitter, ja? Ja, voorzitter. Oké. Ik zou de heer of mevrouw Gumbert willen vragen. Bent u ook op de hoogte, of is mevrouw Gumbert op de hoogte, over het feit dat SRH op 2 juli vorig jaar een motie heeft ingediend om woningen te bouwen in onze gemeente vanaf een ton. Net zoals in Hillegom het geval is, want daar worden ze namelijk wel gebouwd. Uw fractie heeft daar onder andere ook tegen gestemd. Bent u daarvan op de hoogte? Ja, ik ben ervan op de hoogte, voorzitter. Ik ben op de hoogte van het voorstel van de SRH. Maar dat is op dit moment niet waar we het nu over hebben. Dus op dit moment wil ik graag verder met mijn inhoudelijke verhaal. Ik zou u hetzelfde willen verzoeken. Nou, ik denk dat u antwoord heeft op uw vraag. Voorzitter, ik bepaal zelf natuurlijk wel of ik het antwoord juist vind of onjuist. En dat bepaalt toch niet de voorzitter, of wel? Nee, ik zeg niet dat ik het antwoord juist of onjuist vind. Ik zeg alleen dat ik constateer dat de vraag beantwoord is. Dan ga ik straks nog even daar verder op in. Dat lijkt me Dank u wel, voorzitter. Mevrouw Gumbert. Dank u wel, voorzitter. Het is nog maar een klein stukje. Wat betreft het derde beslispunt van de RKC kan ik kort zijn. Uiteraard hebben wij geen enkel bezwaar tegen het onderzoeken van alternatieve maatregelen die kunnen helpen om de doelen van het woonbeleid te verwezenlijken. Het doen van onderzoek is op zichzelf geen maatregel die de te behalen doelen dichterbij brengt. Maar de bestuurlijke reactie van het college dat zij openstaan voor nieuwe instrumenten en maatregelen komt op ons nogal afwachtend over. Gelukkig zal er binnenkort een nieuw college zijn en ongetwijfeld gaan de nieuwe raad en het nieuwe college dan samen enthousiast en proactief aan de slag. Tot zover. Dank u wel, de heer Sulman. Gezond aan hem weer. Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben het in de vorige raadsperiode veel over het woonbeleid gehad en ook zeker in combinatie met concrete meetbare doelen, prestatieindicatoren, nulmetingen en streefwaarden.
Want ook in de vorige raadsperiode bleek dat het vooral ontbrak aan instrumenten voor de raad om zijn controlerende taak uit te voeren. Dan verbaast het misschien dan toch niet dat het eerste debat van een nieuwe raadsperiode precies weer over dit onderwerp gaat. Wij blijven het zeggen, neem de raad serieus en geef de raad de juiste instrumenten om zijn controlerende taak uit te voeren. Intussen hebben we als raad een plan van aanpak ontvangen om de informatiewaarde van de raad te versterken en gelukkig staat wonen op plek 2 in de prioriteitslijst. Naast zorg en werk wordt de informatiewaarde van woonbeleid als eerste verbeterd. Dus deze aanbeveling van de RKC wordt overgenomen en dat kunnen wij natuurlijk volledig steunen. We zien het woonbeleid met concreet meetbare doelen, prestatieindicatoren, nulmetingen en streefwaarden graag tegemoet. Dan nog even het advies vroeg begonnen, veel gewonnen. De raad moet invloed uitoefenen op het moment dat nieuw beleid wordt voorbereid. Niet alleen wanneer nieuw beleid al klaar is. Helemaal eens natuurlijk, maar laat ik het voorbeeld van opkoopbescherming geven. Hier hebben wij meerdere schriftelijke vragen over gesteld en meerdere moties over ingediend. Wij zaten dus duidelijk voor het moment van nieuw beleid. Maar de beantwoording van het college heeft keer op keer geleid tot uitstel. Met als resultaat dat alle gemeenten om ons heen opkoopbescherming nu gaan invoeren of ingevoerd hebben. En wij als Haarlemmermeer dus achter de beleggersmuziek aanlopen. Dus we kunnen wel eerder aan de bal zijn, maar dan moet er wel iets met onze voorzet gebeuren. Regeren is vooruitzien, ook in onze gemeente. Het probleem van beleggers op de woonmarkt is iets wat we hadden kunnen voorzien. Nu wordt het pas laat ingevoerd met een aankoopbedrag van 400.000 euro. Voor dit bedrag zijn nu al bijna geen koopwoningen te vinden in Haarlemmermeer. En dan stijgen de prijzen ook nog met 20% per jaar. Dus binnen afzienbare tijd is opkoopbescherming is deze 4 ton al helemaal niet meer reëel. De motie gaf als opdracht aan het college opkoopbescherming tot 5 ton. Mede ook vanwege de sterk stijgende prijzen. Neem dit signaal van de raad dan serieus en voorkom problemen door het bedrag marktconform hoger in te stellen en mee te laten groeien met de stijgende prijzen op de woonmarkt. Vroeg vooruitzien voorkomt veel problemen. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Het woord aan de heer Spijker. In Haarlemmermeer. Dank u wel, voorzitter. Een Haarlemmermeer is heel positief over de uitkomsten van het opvolgonderzoek woonbeleid. Dus hierbij een groot compliment voor het RKC. Zonder duidelijke informatie kan de raad haar controlerende taak niet uitvoeren. Dus, voorzitter, zoals het RKC aangaf, zorg dat de doelstellingen in de nieuwe nota's met prestatieindicatoren SMART zijn geformuleerd. Deze raad zal ook actief de resultaten monitoren en bijsturen indien nodig. Het RKC gaf ook de nieuwe raad enkele goede adviezen. Minimale sociale huurvoorraad en het maximaal aantal te liberaliseren woningen moet strak worden vastgelegd. Er is een groot tekort in de sociale woningvoorraad. En vervallende bouw duurt lang. Een Haarlemmermeer loopt al langer om meer ruimte in de functieverandering in bestemmingsplannen. Voorzitter, laten we dit rapport als een krachtige basis nemen om nieuwe beleid te sturen. Ik heb voor de tweede ronde graag een debatpunt over het punt advies van de RKC. Stimuleer wonen in impopulaire gebieden. En dat ben ik heel benieuwd hoe mijn collega's hierover zien. Dit was het. Dank u wel. Dank u, voorzitter. Dank u, de heer Spijker. Ik heb echt het gevoel dat we verder gaan waar we de vorige keer gebleven zijn. Mevrouw Hupp, namens de ChristenUnie SGP. Nou, dat was iets sneller dan verwacht. Dank u wel, voorzitter. Onze fractie ChristenUnie-SGP is positief gestemd over het opvolgonderzoek van de Rekenkamercommissie Haarlemmermeer. Het voorstel om als raad vooral invloed uit te oefenen op het moment dat het college een nieuw woonbeleid voorbereidt is van cruciaal belang. Het gaat tenslotte om onze Haarlemmermeerse inwoners, die wij als fracties vertegenwoordigen in de gemeenteraad. Maar het blijft wederom een enorme uitdaging om wonen in gemeente Haarlemmermeer te realiseren. Dit heeft natuurlijk voornamelijk te maken met een ingewikkeld beleidsterrein, vanwege de geluidsnormen en stikstofbeperkingen rondom Schiphol bijvoorbeeld. Het beslispunt om ons als raad te ondersteunen door het college door het raadsvoorstel versterken informatiewaarde van de raad in de praktijk te laten brengen, kunnen wij zeer omarmen. Het is nuttig om inzicht te verkrijgen in de uitwerking van het lokale woonbeleid op de woningmarkt en de ruimte van de gemeenteraad om te kunnen inspelen op de omstandigheden in de lokale woningmarkt. Uit voorgaande ervaring is gebleken dat je beter op voorhand kunt afstemmen, gericht op ons als raad, lijkt het dus vanuit de fractie zeer essentieel om voorafgaand bij het maken van een raamovereenkomst met een woningcorporatie hier ons ook in te gaan betrekken. Voorkomen is beter dan genezen. Dus wij staan positief tegenover de vierjaarlijkse cyclus en het zal ten gunste zijn van de voortgang. In het kader van de tijd sluit ik af, voorzitter. Een van onze speerpunten is natuurlijk ook dat wij graag betaalbare en duurzame woningen willen en vooral snel. De noodzaak is momenteel te hoog.
Om een bruggetje te maken lijkt ons meer dan verstandig als het college gaat onderzoeken welke alternatieve maatregelen kunnen bijdragen aan het behalen van woondoelen. Ik wil het college dan wel meegeven om creativiteit op het gebied van wonen en innovatie nauwkeurig mee te nemen in het onderzoek. We hopen dus op vele goedkeuringen voor bouwvergunningen, voor innovatieve bouw, dat makkelijker zou worden om prefabhuizen en dergelijke initiatieven, zowel, jawel, de tiny houses te kunnen realiseren. Ik herhaal nogmaals uit mijn voorgaande betoog, ik kijk uit naar de tiny hubs. Ik zie ook graag toekomstige prefabwijken en alternatieve duurzame woonvormen tegemoet binnen onze mooie Boulder. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Ik zat al even te twijfelen, maar moet ik u feliciteren met uw medespeech, maar dat was al niet zo, hè? Volgens mij was dat al eerder. Ja, een beetje dubbele lading, maar... Ja, precies. Ja. Ik voelde me aankomen. Dank u wel. Het woord is aan mevrouw Hoestijn, namens de Partij van de Arbeid. Die hoef ik zeker niet te feliciteren. Nee, voorzitter. Nou, mag altijd. Nou, van harte. Welkom hier in deze zaal. Voorzitter, de Partij van de Arbeid dankt de Rekenkamercommissie voor dit opvolgonderzoek over het woonbeleid. Dat het woonbeleid een punt van aandacht is, dat ontgaat niemand in de samenleving. De woningnood is hoog en dan met name onder de betaalbare woningen. De gemeente Haarlemmermeer heeft de ambitie om tot 2040 20.000 woningen te bouwen. Het is ook zeker van belang om het woonbeleid actueel te houden, maar ook zeker te kijken naar de uitvoering daarvan. De Partij van de Arbeid concludeert uit de bevindingen van het onderzoek dat de woonbehoeften en de kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkelingen van wonen goed in beeld zijn. Aan de andere kant stelt de Raad zich beperkt op bij het maken of vaststellen van het woonbeleid en zijn de doelen onvoldoende specifiek en meetbaar. Hierdoor zou het voor de Raad moeilijker zijn om het woonbeleid te controleren of bij te sturen. Wat de Partij van de Arbeid betreft is dit niet alleen het punt van aandacht voor het college, maar ook voor ons als raad zelf. Dus op het gebied van het kader stellen, maar ook achteraf controleren. De Duisenberg-methode is onder andere een goede tool hiervoor. In de bestuurlijke reactie is het al reeds aangegeven, maar ook de raad heeft in de afgelopen maanden met deze methode al kennis gemaakt. Op deze manier hoopt de Partij van de Arbeid samen met de raad de bevindingen, maar ook de nieuwe aanbevelingen op te vangen. Er liggen mooie plannen voor de woningbouw en er komen vast en zeker nog vele aan. Een goed moment voor de Raad om oplettend en waakzaam tegelijk te zijn en samen met het college een mooie uitvoering van het woonbeleid neer te zetten. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Het woord aan mevrouw Maat namens het CDA. Ja, goedenavond, voorzitter. Vandaag de eerste keer bij elkaar als nieuwe raad en dus ook de eerste keer spreken in deze nieuwe raad. Het woonbeleid, daar hebben we het op dit moment over. En de afgelopen weken tijdens de campagne hebben natuurlijk alle partijen het er wel over gehad. Meer betaalbaar en meer op maat. De Rekenkamercommissie is met een rapport gekomen waarin zij drie aanbevelingen doen. Invloed uitoefenen op het college wanneer woonbeleid wordt voorbereid. Betere informatievoorziening naar de raad. En het college laten onderzoeken welke alternatieve maatregelen kunnen bijdragen aan het behalen van de woondoelen. Kaders stellen, daar begint het mee. Wij als raad moeten meer de regie pakken en vertellen wat wij willen. Maar daarbij hebben wij ook keuzes nodig in een raadsvoorstel, zodat wij ook echt iets te kiezen hebben. Wat jammer is, is dat het college niet heeft voldaan aan de uitvoering van de derde aanbeveling. Het RKC heeft niet kunnen vaststellen dat het college in nota's over het woonbeleid een duidelijke relatie legt tussen beleidsdoelen, maatregelen en resultaten. En dat vinden wij jammer. En wij horen graag van het college of zij hiermee aan de slag gaan en hoe zij dit in het vervolg anders gaan aanpakken. Maar dan hebben we het wel over die alternatieve maatregelen. En daar worden wij wel blij van. Eens buiten de kaders denken, waar we goed in zijn. Want kijk bijvoorbeeld naar ons datacenterbeleid, waar wij als eerste zijn in heel Nederland. Dan kunnen wij op het gebied van woningbouw ook echt out of the box denken. Daar ben ik van overtuigd. Voorzitter, dit onderzoek onderschrijven wij natuurlijk. En ik denk dat ik voor een ieder hier spreek dat we in de startblokken staan om aan de slag te gaan. We hebben een hoop te doen, geen tijd te verliezen dus. Dank u wel. Geen tijd te verliezen dus. Mevrouw Van Straten namens de VVD. Dank u wel, voorzitter. Nou, de woningnood is inmiddels een van de meest urgente onderwerpen waar wij het heel regelmatig over hebben. De Rekenkamer heeft daar in 2017 al onderzoek naar gedaan met de veelbelovende titel Ruimte voor Verbetering. En in 2022 kunnen we volgens mij met elkaar constateren dat dat eigenlijk nog steeds een goede titel was geweest. Er is nog steeds ruimte voor verbetering in 2022. Is het nou heel negatief? Ik denk het niet. Er is ondertussen heel veel gebeurd. En het zou ook gek zijn als we met elkaar moeten constateren dat we klaar zijn, denk ik. Want er, volgens mij is er altijd ruimte voor verbetering. Als ik dan kijk, wat wordt er precies
voorgesteld, dan zie ik eigenlijk twee aanbevelingen. Een aanbeveling aan het college. Geef goede informatie, als ik hem heel kort samenvat. Nou, volgens mij hebben wij als raad het college weinig ruimte gegeven afgelopen periode om dat niet meer te doen. We hebben met concrete moties, ook naar aanleiding van die methode Duisenberg, een hele duidelijke boodschap afgegeven. Er is nu ook een plan van aanpak gekomen om die informatie voorziening te verbeteren. Dus in dat opzicht denk ik dat wij als raad die handschoen echt hebben opgepakt. En gaan we dat, die resultaten daar hopelijk de komende periode van zien. De tweede aanbeveling die gegeven werd, was ook richting ons als raad. Van ga nou vroeg aan de knoppen draaien. Ga nou vroeg je kaderstellende functie oppakken. Nou ja, die twee gaan natuurlijk hand in hand, hè, want je hebt eerst goede informatie nodig om ook goed die kaderstellende taken uit te kunnen voeren. Ik denk dat iedereen klaar is om de komende periode die handschoen in ieder geval op te pakken. In ieder geval is de VVD er uitermate klaar voor om meteen bij het nieuwe woonbeleid de kaders te gaan stellen. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Wie mag het woord geven? De heer Vermeulen namens Forza. En daarna mevrouw Wolthuis. Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, we hebben een perfecte timing met dit RKC-opvolgonderzoek woonbeleid. We staan aan de vooravond van de vorming van een nieuw college. En we krijgen nu een terugkoppeling van de RKC over de evaluatie van haar aanbevelingen in zaken het woonbeleid. Wonen was, zoals al eerder gezegd, het onderwerp van de verkiezingen. Geen beter moment dus om nu de laatste aanbevelingen te implementeren. Haarlemmermeer is de gemeente waar de mond altijd overloopt van goede bedoelingen. Goede bedoelingen die eigenlijk nooit concreet worden uitgesproken, maar evenwel de belastingbetaler toch ieder jaar heel veel geld kosten. Wat de fractie van Forza betreft is het in de beleidscyclus en voor elk beleidsstuk dat de raad ontvangt steeds de relatie tussen de beleidsdoelen, de instrumenten, de prestatieindicatoren en de resultaten leggen en op projectniveau aangeven hoe deze inspanningen zich tot de doelen verhouden, het belangrijkste advies. In 2019 benoemde onze fractie het feit dat wij onze doelstellingen niet meetbaar verantwoorden. Het leidde uiteindelijk tot het in 2021 unaniem aangenomen raadsvoorstel om de methode Duisenberg te implementeren en als consequentie daarvan beleid smart te formuleren. Nu we aan de vooravond staan van de vorming van een nieuw college en naar het zich laat aanzien louter partijen die de kiezer betaalbare woningen beloofden, lijkt het de fractie van Forza juist nu het uitgelezen moment om ook deze laatste aanbevelingen van het RKC tot uiting te laten komen in het woonbeleid van de gemeente Haarlemmermeer. De heer Vermeulen, dit lijkt me het uitgelezen moment om een vraag te beantwoorden van de VVD. Nou, een korte interruptie. Dank u wel, voorzitter. Nou, ik krijg een beetje het idee dat we aan geschiedsvervalsing gaan doen hier. Alsof we die methode Duisenberg zijn in gaan voeren naar aanleiding van Forza. En ik weet dat Forza het ook heel erg belangrijk vindt dat alles goed in de notulen wordt vastgelegd. En dan wil ik toch eventjes meneer Vermeulen in herinnering brengen en vragen of hij zich er bewust van is dat dat een voorstel is geweest vanuit de auditcommissie. De heer Vermeulen. Ik ben mij er zeker bewust van dat dat een voorstel is geweest vanuit de auditcommissie. Daar zit ik tenslotte, althans daar heb ik tenslotte de afgelopen periode zelf ingezeten. Ik weet dat de eerste keer dat ik hier iets mocht vinden van financiële rapportage, ik ook als eerste het woord mocht voeren. En dat ik daarbij heb aangegeven dat wij eigenlijk niks kunnen met onze financiële rapportages. Om de dood eenvoudige reden dat de doelen niet meetbaar waren. En daar hebben we toen een half uur over gesproken. En iedereen was het met me eens. En dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat wij inderdaad vanuit de auditcommissie het advies hebben uitgebracht om die methode Duisenberg in te voeren. Ja, ik ben me even aan het afvragen of het handig is om de geschiedenis van de oude raad hier op te lepen of om vooruit te kijken. Maar mevrouw Verstraeten. Ja, ik hecht er toch wel waarde aan dat er een juiste weergave wordt gegeven. En het was niet zo, u heeft ook de werkgroepen van de Duisenberg-methode meegemaakt. Het is niet zo dat er niks mee konden.
Er was ruimte voor verbetering. En die verbetering die gaan we nu aanbrengen. Dus de suggestie dat we er niks mee kunnen, daar wil ik toch van vragen om daar verre van te blijven. De heer Vermeulen, en over het rapport van de Rekenkamer. Ik ga inderdaad over het rapport van de Rekenkamer. Hoe mevrouw Van Straten de werkelijkheid ziet, dat laat ik verder aan haar. Goed, we gaan dus die laatste aanbevelingen implementeren, zodat de Raad kan sturen op beleid en de kiezer in 2026 weet wat goede bedoelingen waard zijn. De fractie van Forza kijkt uit naar eenzelfde meetbaarheid in het collegeakkoord voor al het overige wat de kiezer is beloofd. Tot zover. Dank u wel. Mevrouw Wolthuis namens de fractie van de HAP. Dank u wel, voorzitter. Als eerste wil ik mijn dank uitspreken, of onze dank uitspreken, richting het RKC. En het bedanken voor het rapport waarin ze het vervolgonderzoek en de conclusies en aanbevelingen weergeven. Er is al heel veel gezegd, dus ik hou het eigenlijk even bij twee aanbevelingen op dit moment die ik wil uitlichten. Met betrekking tot de bestuurlijke voortgangsrapportage wonen en de structuur daarvan hebben we recentelijk gelukkig al gesproken met het college. En hieruit zijn ook een aantal voorstellen naar voorgekomen om de BVR beter te structureren. Wij vertrouwen erop dat hiermee aan de slag wordt gegaan en dan we zien graag uit naar de eerstvolgende rapportage. Dan een van de aanbevelingen aan de Raad is: oefen als Raad vooral invloed uit op het moment dat het college een nieuw woonbeleid voorbereidt. En wees scherp en maak gebruik om juist daar invloed uit te oefenen. Wij nemen deze aanbeveling graag over. Wonen is onder onze inwoners, en het is al eerder gezegd, een heel belangrijk onderwerp. En ook als raad, of in deze raad, is dat de gemene deler. We vinden het allemaal belangrijk. En als HAP zullen we dan ook scherp blijven op een aantal onderwerpen. Zeker een van die onderwerpen is een diverser aanbod, wat ook in het RKC-rapport genoemd stond. Woningen bouwen voor speciale doelgroepen, zoals studenten, jongeren en senioren met of zonder zorgbehoeften. En de betaalbaarheid, u heeft het ook al eerder gehoord van ons. En als laatste dan het betaalbaar houden van woningen. Voorzitter, ik sluit nu al af. Laten we als Raad bouwen aan een mooie periode waarin we echt goede stappen zetten om de problemen op de woningmarkt te verlichten. Dank u wel. We gaan bouwen, zoals u zei. De heer Beuzenberg. Ja, dank u, voorzitter. Ja, kader stellen en regie voeren, daar zitten we toch hier voor. Ja, met z'n allen. Maar in mijn zoektocht naar een huurwoning, ik ben ook zoekende, stuitte ik op Tudorpark. Betaalbare woningen, prachtig. 10 stuks voor €752. Nou, dan denk je, nou, dat is hem, hè. En ze waren nog beschikbaar ook, tenminste als je de advertenties moet geloven. Maar tot mijn grote verbazing komt daar dan servicekosten bij. Nou, ben ik het over eens. Maar ook €150 per maand voor een parkeerplaats. Ik zeg, ja, tegen die lieve mevrouw, ik zeg, het spijt me, ik heb geen auto. Ja, maar dan moet het er wel bij nemen. Nou, dat zijn onze betaalbare woningen. En ik zou het college willen vragen daar een overzicht van te maken over de betaalbare woningen bij ons in de gemeente Haarlemmermeer, die op deze manier, de prijzen op die manier opgefokt worden. En ik denk dat wij daar als raad daar keihard tegen moeten vechten. Want het zijn gewoon woekerpraktijken. Hoe je het went of keert, een parkeerplaats in Amsterdam is jaarlijks goedkoper dan dat je in het Tudorpark zit, wat bij de huur geduwd wordt. Ik vind dat niet kunnen. En ik zou ook de Rekenkamer willen vragen om daar ook onderzoek naar te doen, zodat wij duidelijk voor ons ogen krijgen hoe het werkt in die woningbouw. Want er is een gigantische woningtekort. En met name betaalbare woningen. En als op die manier geadverteerd wordt dat je een prachtige mooie woning kan huren voor €752. Ja, let wel, er komt. Ik zei, nou, ik wil er een tegen die mevrouw. Ja, maar dat kan niet, want er zijn al 400 wachtende voor u. Ik zeg maar, u adverteert dat ze beschikbaar zijn. Nou, dan zit er nog een ander foefje bij. Dan moet je €30 per maand betalen om daar die woning, om je inschrijving daar te halen. Woekerpraktijk. En wat mij betreft gaan we daar keihard een item van maken in deze periode, zodat onze jeugd en mensen met een kleine portemonnee gewoon een woning kunnen en mogen betalen. En dank u zelf ook misschien, maar u kreeg een vraag nog, meneer Beuzenberg, van mevrouw Gummert.
Dank u wel, voorzitter. Ik was benieuwd of de heer Beuzenberg ook nog een bijdrage heeft die betrekking heeft op het RKC-rapport. Bij deze. Die heeft u nu. Want daar gaat het om. Daar gaat het om. We hebben het over betaalbare woningen. Ik heb het ook gelezen. Over betaalbare woningen. Maar we hebben geen betaalbare woningen. En dit is in mijn spreektijd hoe ik daarover denk. En wat mij heel erg hoog zit. Dank u. Dank u. Wie van de aanwezigen? De heer Meijer namens BVNL. Ja, dank u voorzitter. Laat ik beginnen met het RKC bedanken voor het rapport. Helaas heb ik de bijdrage zelf niet gedaan, want mijn beoogde fractieassistent zou het doen. Nou, we weten wat daarmee gebeurd is. Dus ik luister graag wat mijn collega's hierover te melden hebben. Dank u wel. Mevrouw Smant, namens D66. Dank u wel, voorzitter. Ook namens D66 veel dank aan het RKC voor deze rapportage, opvolgonderzoek woonbeleid. Een belangrijk onderwerp wat ook door de voorgangers al een aantal keren gezegd is, in het verleden en ook in de toekomst. En wij staan voor de taak als raad om niet alleen het beleid, maar ook vooral de uitvoering ervan mede vorm te geven. En die belangrijke taak is natuurlijk, heeft een hoge prioriteit, want de woningnood is ook in onze polder erg hoog. Daarom wil D66 er de komende jaren van alles en nog wat aan doen om substantiële stappen te maken. Niet alleen door woningbouw mogelijk te maken, maar ook door met een open blik andere oplossingen te onderzoeken en uit te voeren, zoals ook al een aantal keren gezegd, maar wij zeggen het nog een keer, tiny houses, flexwonen, tijdelijke bewoning en het stimuleren van doorstroming. Een totaalpakket. Creatieve oplossingen en maatwerk zijn de komende jaren hard nodig. Daarbij is het voor D66 ook belangrijk dat duurzaamheid daarbij betrokken wordt. Voor D66 gaan woonbeleid en duurzaamheid hand in hand. De realiteit is ook dat de gemeente beperkte mogelijkheden heeft om het woonbeleid verder vorm te geven. Maar het is wel mogelijk en dat blijkt ook uit het RKC-rapport. En ik denk dat daar een aantal behartenswaardige zaken in staan die we zeker kunnen gebruiken. Kijken naar wat er wel kan. Dan over de aanbevelingen. Wat betreft het besluit van de Raad in 2018 dat de regionale ontwikkelingen en beleidsdoelen naar de lokale situatie moeten worden vertaald om zo ook daadwerkelijk maatwerk te kunnen leveren, is D66 blij om in het RKC-rapport te lezen dat het college deze aanbeveling heeft overgenomen. Wat daar ook in staat, is dat daar onderliggende rapporten naar de woningbehoeften zijn en dat die niet gedeeld zijn met de Raad. Dat is voor D66 wel een belangrijk punt om in zo'n actueel en nijpend dossier ook inzage te krijgen in die rapporten. Het tweede punt is dat... Dan moet ik heel even kijken. Sorry. Ja, de Raad heeft ook in 2018 besloten om het college opdracht te geven de Raad vooraf te betrekken. Ook al een aantal keren hier genoemd. Waarom? Omdat dit de Raad beter in staat stelt om kaders mee te geven aan het college wanneer er afspraken worden gemaakt met woningcorporaties. Het college heeft hieraan voldaan en de Raad heeft in de afgelopen periode geen aanvullende kaders gesteld. Ook al een aantal keren gezegd. En D66 is van mening dat hier voor de nieuwe raad een kans ligt om, nu de woningmarkt oververhit is, gezamenlijk aan de nadere invulling van kaders te werken. Een voorbeeld hiervan is de NHG-standaard en betaalbaar wonen. Zijn dat dezelfde dingen of moeten we dat op een andere manier gaan definiëren met elkaar? Wat bedoelen we daarmee? Uiteindelijk zijn het ook brandweermannen, mensen, zorgmedewerkers, agenten, leraren die in deze polder moeten wonen. En dan moeten wij duidelijk zijn over wat wij als raad betaalbaar wonen vinden. De derde aanbeveling van het RKC staat dat het college niet heeft voldaan aan de opdracht van de Raad om meer samenhang aan te brengen in de beleidsdoelen, instrumenten, prestatieindicatoren en resultaten. U kent de zin bijna uit uw hoofd, want u heeft hem ook al een aantal keren
hiervoor gehoord. Hiervoor heeft de Raad wel in 2021 het raadsvoorstel verstrekken informatiewaarde van de Raad aangenomen. Een belangrijke stap in de goede richting. Maar waar gaat het nu om? Voor D66 gaat het om de actuele informatie. Meer getallen, minder tekst en vooruitkijken. Een jaarlijkse voortgangsrapportage van het woonbeleid is prachtig. Maar wij zouden er erg voor willen pleiten om een monitor of barometer of hoe we het dan ook gaan noemen in te voeren, zodat we bijna real-time zicht hebben op de cijfers. Hoe doen we het als het gaat om het realiseren van de beleidsdoelen? Ten slotte, ik rond bijna af, voorzitter, beveelt het RKC aan om als college te onderzoeken welke alternatieve maatregelen kunnen bijdragen aan het behalen van de woondoelen. Een aanbeveling die D66 als muziek in de oren klinkt. Maatwerk, creativiteit en out-of-the-box denken is wat er in de komende jaren nodig is, zodat al onze inwoners prettig en betaalbaar kunnen wonen. En daar gaat het om. Ook komt het aan op de daad bij het woord voegen. En daarvoor is een prachtige verwijzing in het rapport van het RKC opgenomen. Het woononderzoek van de Rekenkamer Metropool Amsterdam uit februari 2020. Waar een hele mooie lijst staat met alles wat de Raad kan doen. Eén daarvan, een voorbeeld, door locaties te benoemen en een business case op te stellen voor tijdelijke bewoning. Er zijn er nog veel meer. En D66 pleit er dan ook voor om deze knoppen te onderzoeken, te bespreken en in te zetten daar waar mogelijk. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Asmand. Ik maak meteen van de gelegenheid gebruik om u te feliciteren met uw medespeech. U heeft ook al een vraag gesteld, maar dit was echt een medespeech. En ik kan er meteen bij zeggen, het waren er bijna 2-1. Maar toch van harte gefeliciteerd. Dank u wel. Dan is als laatste het woord aan mevrouw Antolini. Namens Forum van Democratie. Dank u, voorzitter. Zoals u weet is dit mijn eerste raadsvergadering. Ik heb graag geluisterd naar iedereen en wat ze te zeggen hebben, maar op dit moment heb ik even geen inbreng. En dat was hem. Nou, toch van harte welkom en gefeliciteerd ook met uw eerste woorden in deze raadzaal. Dan sluit ik deze ronde af en dan kan ik het woord geven aan het college. Volgens mij, toch? Ik kijk even rond. Ja. Het woord aan het college. Ja, de heer Sinali. Er zijn niet echt veel vragen gesteld, hoewel ik het wel behoefte aan heb om namens het college toch even aan te geven dat we natuurlijk volop bezig zijn met een plan van aanpak à la Duizenberg. Als het goed is, heeft hij daar afgelopen dinsdag ook via de mail en de raadsinformatie informatie over gekregen. En natuurlijk willen we ons goed voorbereiden om te komen tot betere informatie in de PNC-producten. Dus daar gaan we mee aan de slag. Ik heb zelf nog met de vorige woordvoerders van de oude raad een informele bijeenkomst gehad over het rapport, de rapportage, bestuurlijke voorgangsrapportage wonen. Waarin we ook met elkaar hebben geconcludeerd dat die gewoon echt wat beter kan, wat inzichtelijker. Dus daar gaan we ook mee aan de slag. En we gaan ook dat eigenlijk ook met de bouwmonitor betrekken, zodat hij dus ook een wat totaler beeld heeft en overzicht en inzicht daarin. De volgende BVR wonen en bouwmonitor zullen we dus ook meer informatie gaan geven over de voortgang in projecten, planning, afgesloten anterieure overeenkomsten en dergelijke. Dus dat belooft natuurlijk betere tijden. En een nieuw college inderdaad belooft daarmee dus ook nieuwe kansen. En ik denk dat de VVD-voorzitter dat ook goed heeft verwoord. En ook dan zijn we er nog niet, want we zullen altijd hard aan de bak moeten. Het is wel heel erg complex, hè, via de Duizenberg-methode. Het is echt een complexe materie. Daar gaat ook veel tijd in zitten. Maar goed, dat staat ook allemaal in het plan van aanpak. En we doen het met alle liefde, maar het zal ook ondervinden zijn, voorzitter. En we zullen daar ook in moeten kijken hoe ver we kunnen gaan en wat goed is en wat niet goed is. En daar gaan we elkaar nog veel vaker over spreken. En een van die momenten is nu al. Want meneer Vermeulen heeft een vraag voor u. Zeker. Ik heb een vraag en misschien ook een suggestie. Zou het een idee zijn om gewoon in tabelvorm
een overzicht te geven van de bouwprojecten die al lopen. Dat is interessant, want dan weten we hoe ver die gaan. En wat natuurlijk nog veel interessanter is met oog naar de komende raadsperiode, is dat daar dan ook gewoon in aangegeven wordt wat daar aan nieuwe woningen komen die geïnitieerd zijn vanuit dit college. Zodat we ook niet alleen de raad, maar ook gewoon de inwoners van Haarlemmermeer kunnen zien hoeveel betaalbare woningen er dan bij komen door het nieuwe beleid. U vraagt om een overzicht, mevrouw Wolthuis heeft daar een aanvullende vraag op. Nee, het was geen aanvullende vraag, voorzitter. Ik wilde er eigenlijk op antwoorden. Ja, dan denk ik dat het een debat gaat worden en dat we het in tweede termijn moeten doen. Maar de eerste vraag van de heer Vermeulen was, is dat mogelijk college om zo'n overzicht te geven, volgens mij? Nou ja, voorzitter, dit was een van de suggesties die gedaan werden. En volgens mij was het lid van Forsa ook aanwezig. Niet de heer Vermeulen, maar Forsa was aanwezig. En daar is ook aangegeven om bijvoorbeeld, de heer Kos was inderdaad aanwezig, om iets met een tabel te doen. Dus daar zijn we heel veel ideeën hebben we verzameld. Daar gaan we nu mee aan de slag. En ja, we komen snel terug met een wat beter en leesbaarder BVR wonen en bouwmonitor. Ja. Was u afgerond? Ja, nou, dat was eigenlijk een beetje de algemene vraag die er gesteld was over beter inzicht. Er was ook nog even door Gezond Haarlemmermeer gerefereerd aan de opkoopbescherming, hoewel het nu hier helemaal niet daarover gaat. 400.000 euro is niet de aankoopprijs wat u zegt, maar hier gaat het om de WOZ-waarde. Het is dus wat anders dan een aankoopprijs. Dus het gaat niet om de aankoopprijs, dus de WOZ-waarde. En als u weet dat de WOZ-waarde van 400.000 euro, ja, dat soort huizen, die gaan makkelijk weg voor 550.000 euro. Dus die zijn in die zin beschermd. Dan, per 1 juni, komt er nog een voorstel. Die zijn nog niet beschermd, maar dat komt naar u toe en dat stond allemaal in de brief. Voorzitter, dat waren eigenlijk de vragen die ik heb kunnen noteren. Ik heb ook even een ander opgeschreven. De heer Nobel, heeft u nog iets aan te vullen? U zit er slechts voor met aansport. Nee, dat ga ik nu vragen aan de Raad. Of er vragen zijn die het college nog niet beantwoord heeft. Die wel aan het college gesteld zijn naar aanleiding van het RC-opvolgonderzoek. De heer Beuzenberg. Dank u, voorzitter. Ja, voorzitter, ik zou toch het college willen vragen of zij ervan op de hoogte zijn over wat ik net heb uitgelegd over die praktijken 752 euro huur en een verplichte parkeerplaats van 150 euro buiten de servicekosten om. Schaart u dat onder betaalbare woningen? Want volgens mij is dat niet zo. Het lijkt me goed om eerst even alle vragen op te halen die er nog resteren aan het college. Ik kijk even rond. Mevrouw Smant nog. In de aanvulling een vraag niet beantwoord. Sorry, in aanvulling op wat de heer Beuzenberg zegt, zou ik ervoor willen pleiten om die discussie breder te trekken. Die heeft namelijk inderdaad alles te maken met wat vinden we betaalbaar wonen. En het is maar dan stel ik voor om daar in tweede termijn met de Raad te behandelen. Ja, nee, ik kan dat volgen, maar dan moeten we dat even in tweede termijn met elkaar afspreken. En dan vragen we eerst aan het college of we kunnen helder maken voor de Raad. Waar hebben we het dan precies over? De heer Sidali. Ja, nee, precies. Dankjewel. Ja, u vraagt het college of 752.000 euro betaalbaar is. Nee, voorzitter. Oh, okay. Ja, huur van 752 euro en daar komt dan servicekosten bij. En nog eens een keer 150 euro voor een parkeerplaats per maand. U noemt heel veel cijfers bij elkaar. Moet uitgezocht worden, maar 752 euro huur per maand. Dat is de sociale grens die we hebben. Dus dat is helemaal niet raar. Die met de parkeerplaats, dat is volgens mij Tudorpark waar u het over heeft. Dat valt nog onder het oude beleid. Dat doen we dus nu eigenlijk niet meer. Dat is het middensegment plus parkeerplaats hebben we daarbij. En u vraagt aan het college om dat allemaal uit te zoeken, hoe dat zit, en met een overzicht te komen. Ik ben dan niet echt van plan om dat te doen, voorzitter. Dat is helder. Dat kunnen we aan de Raad vragen hoe zij erover denken. Ik heb opgehaald tot nu toe dat er twee onderwerpen zijn om nog met de Raad over verder te praten. Het eerste was de impopulaire gebieden van de heer Spijker. En de tweede is, wat is nou betaalbaarheid? Het lijkt me, ik inventariseer nog even, de heer Vermeulen heeft ook een onderwerp om het tweede termijn over te hebben. Nou, ik wil eigenlijk even dan aangeven dat wij als laatste met de oude raad besproken hebben de nota betaalbaar wonen. Waarin precies is aangegeven wat wij hieronder betaalbaar verstaan.
Nee, dus het is eigenlijk een onderwerp waar we het niet over hoeven te hebben, want daar hebben we het 10 maart over gehad. Ik weet dat zelf ook, ik was er zelf bij, maar als het nu in de raad naar voren komt, ben ik de laatste om dat niet aan de nieuwe raad voor te leggen om daar nog het over te hebben. Maar het kan inderdaad snel gaan, mogelijk. Maar laten we eerst het woord geven aan de heer Spijker, want die had iets gevonden over impopulaire gebieden. En ik vraag me ook af waar die in de gemeente Haarlemmermeer zijn. Dank u wel, voorzitter. Nou ja, impopulaire gebieden. Ik ben even gaan nadenken en toen dacht ik, ach, we hebben Schiphol. Laten we even zeggen, oké, de LIB-zone, waar je dus niet mag wonen, mag bouwen. Maar laten we tegen die grens aan. De ene helft van de bewoners zegt, daar wil ik echt never wonen, omdat je dan grondgeluid hebt. En ik heb ooit een keer een wethouder meegemaakt en die zei, goh, dat is helemaal het einde. Want je hebt ook mensen die het hartstikke leuk vinden om vliegtuigen te kijken. Dus ja, wat is een impopulair gebied? Zouden mensen, en dat wil ik als graag van mijn collega's horen, zouden we onze grens gaan oprekken tegen Schiphol aan, tegen de geluidszones aan, om daar te bouwen? En dan natuurlijk wel met geluidswerende materialen, voor de duidelijkheid. Dus hierbij de vraag. Wie mag daarover het woord geven? Mevrouw van Straten. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, volgens mij zijn we die grens aan het oprekken, ook met de mogelijkheden onderzoeken om geluidsadaptief te bouwen. Dus volgens mij doen we er alles aan om te bouwen wel waar mensen willen wonen. Want ik denk niet dat we mensen ergens willen neer gaan zetten waar ze niet willen wonen. Mevrouw Hoesijn, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Toen meneer Spijker net de vraag stelde, wilde ik eigenlijk aan hem vragen. Want wat verstaat u onder een impopulair gebied? Volgens mij kampen we in Haarlemmermeer met een enorme woningnood. En zoeken we allemaal enorm veel plekken om juist te bouwen. En wat de Partij van de Arbeid betreft, moeten we gewoon gaan bouwen. En dat het leefbaar is, dat er voldoende voorzieningen zijn. En wat ons betreft bestaan er op dat moment nog geen impopulaire gebieden. Ik kijk even rond, mevrouw Smant. Daar wil ik me graag bij aansluiten, want ik denk als wij als raad impopulaire gebieden dat woord gaan gebruiken, dan doen we ook aan framing. En ik denk dat mensen heel goed in staat zijn om zelf aan te geven of ze ergens wel of niet kunnen wonen, willen wonen. En dat wij daarmee ook de verantwoordelijkheid hebben om die plekken leefbaar en goed bewoonbaar te maken. En niet bij voorbaat al impopulair te noemen. Mevrouw Wolthuis, namens HAP. Dank u wel, voorzitter. Ja, mevrouw van Straten zei het al. We zoeken de grens al zoveel mogelijk op natuurlijk. Als we het hebben over woningbouw en waar is het mogelijk. En impopulaire gebieden, ja. Mijn eerste vraag was ook, meneer Spijker, waar zijn die impopulaire gebieden? En als we die al hebben, ja, dan kunnen we zeker kijken van waar kunnen we bouwen. Want als we iets impopulair willen noemen, kan het ook heel snel populair worden. Dat weten we natuurlijk ook. Wat ik daar nog wel in aan wil vullen is dat ook al bouwen we dichter bij Schiphol en er is meer geluidoverlast, hebben we ook altijd nog te maken met overige gezondheidsaspecten als wij gaan bouwen echt nog verder in die grenzen. En daar moet altijd rekening mee worden gehouden. De heer Vermeulen, daarna mevrouw Gumbert. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, ik moet zeggen, ik kan zelf met de term impopulaire gebieden eigenlijk niks, want dat zal waarschijnlijk voor een ieder anders zijn. Zet je mij midden in Amsterdam, dan word ik daar niet gelukkig van. En een ander is het de grootste dromen, die heeft er bakken met geld voor over. Wat ik denk wat we moeten doen in deze gemeente is niet over populair en impopulair praten, maar dat we vooral heel veel innovatieve initiatieven moeten omarmen en de ruimte moeten geven. We hebben al een heel rapport gehad van ondernemersvereniging net voordat we de verkiezingen ingingen, die ook met de suggestie kwamen van luister eens naar ons, luister eens naar ondernemers, luister eens naar mensen die met plannen komen. En dat wil ik hier nog een keer benadrukken. Ga aan de slag met innovatie vanuit de markt. Mevrouw Gummert, GroenLinks. Dank u wel, voorzitter. Ja, het lijkt mij ook dat het niet moeilijk is om te bepalen waar er niet gebouwd kan worden. Dat is namelijk al bepaald, dat is de LIB-zone. En in alle andere gebieden wordt er zo goed, zo creatief mogelijk, zo proactief mogelijk mogelijkheden voor bouwen onderzocht. En daar is de populariteit van de eventuele bestemmingen eigenlijk niet echt een factor, denk ik. Mevrouw Maat, ik zie u zorgelijk kijken.
Ik kijk heel zorgelijk. Nou, ik vraag me dat een beetje af, mevrouw Gummert, of we daar dan alles aan doen. Kijk, volgens mij zijn we het hier met z'n allen over eens dat we heel erg goed moeten kijken en ook op creatieve manieren moeten kijken. Oké, hoe gaan we dan, waar gaan we dan bouwen, op welke plekken gaan we dan bouwen? Ik ben het ook eens met, ja, populair, impopulair. Kijk, we hebben natuurlijk ook gewoon wetten waar we ons aan moeten houden. LIB, dat is gewoon ook provinciaal, landelijk. Dus ik denk dat we daar heel veel van kunnen vinden, maar dat we daar weinig opties in hebben. Ook al moeten we die zeker onderzoeken. Maar ik denk dat het vooral ook gaat en dat we eigenlijk moeten gaan kijken. Oké, wij maken met z'n allen hier beleid. Wij maken hier wetten, regels. Wij keuren die goed of niet. Wat zijn nou dingen waar mensen tegenaan lopen? Initiatieven die binnenkomen bij het ondernemersplein. Wat zijn nou dingen van mensen die zeggen, nou, hè, wij hebben een idee, we willen het daar en daar. Waar lopen zij tegenaan en welke middelen hebben wij dan hier in de Raad? Welke dingen kunnen wij dan doen om te zorgen dat die creatieve initiatieven dan mogelijk worden gemaakt hier? Daar wilde je even Meulen gaan op reageren en daarna mevrouw Gummert. Ja, ik vind dat een ontzettend goede vraag, want dat is natuurlijk een van de dingen die je vanuit de samenleving terugkrijgt. Dat juist dat ondernemersplein nog wel eens inderdaad, zoals meneer Spijker al een keertje zei, dat het woord nee daarin dik gedrukt wordt. En dat is natuurlijk voor ons als raad heel erg moeilijk. Het is vooral heel goed luisteren naar bewoners als die bij ons komen, bij onze fracties komen, om hun problemen te melden, dat we die bundelen en dat we echt met z'n allen samen met het college in zijn nieuwe vorm straks sturing aan kan geven, dat daar echt die positieve grondhouding komt die we allemaal zo graag willen. Mevrouw Gummert. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ik wil mevrouw Maat van het CDA geruststellen dat ik het helemaal met haar eens ben. Het enige wat ik probeerde aan te geven was dat populair of niet populaire gebieden voor mij niet een, voor GroenLinks niet een relevant onderscheid is. Mevrouw Verstraeten nog, dan geef ik hem terug aan de heer Spijker. Mevrouw Verstraeten. Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben de afgelopen periode hebben we deze vraag ook alles aan het college gesteld, hè? En we hebben namelijk als VVD ook wel eens gezegd, geef nou eens een overzichtje van al die initiatieven die zijn ingediend bij het ondernemersplein. En welke zijn afgewezen en welke zijn toegewezen. En dan met de reden waarom ze zijn afgewezen. Dus u kunt terugkijken, daar hebben we een heel mooi overzicht van gekregen. Want die vraag hadden we ook al eerder bedacht. Dank u wel, voorzitter. Dan is nu het woord aan de heer Spijker. Hij begon over de populaire gebieden en daar is inmiddels het ondernemersplein bijgekomen. Maar misschien kunt u daar ook nog iets over zeggen. Om af te absoluut, ronden. Voorzitter. Iedereen bedankt voor de inbreng. Want ja, de term is niet mijn term. Ik kwam het tegen in het RKC-rapport. En dus ik had een groot vraagteken. Maar goed, jullie hebben hem allemaal erg mooi ingevuld. Helaas, ja nee, complimenten. Helaas, het ondernemersplein heeft wel dat stempeltje impopulair gebied. Dus dan is het nee, want impopulair gebied. En wij moeten omdenken. En inderdaad, wil je tegen Schiphol aanwonen, dat is dan de persoonlijke idee. Wil je tegen een snelweg aanwonen of wil je Nemport waar? Wil je in een tiny house van 12 vierkante meter wonen? Ja, het is toch ons idee geweest. Dan is dat ook leuk. Dus we moeten out of the box denken. Dus iedereen, ja, hartstikke goed en bedankt. Out of the box, dat gaan we doen in deze nieuwe raad. Ik heb nog één ander onderwerp en dat was het onderwerp betaalbaar wonen. Ik moest even kijken wie hem dan als eerste inbracht. Ik denk mevrouw Smant, hè? Dan mag u hem aftrappen. Wasmand, betaalbaarheid. Ja, ik heb begrepen dat er inderdaad gesproken is over wat betaalbaar wonen is en wat het college dat dan, hoe het college dat dan definieert. Ik denk dat ook hier de vraag is, hoe werkt die grens, in dit geval de NHG-grens, in de praktijk nu uit? Hè? Voor de politiemensen, voor de leraren, voor het zorgpersoneel enzovoort, mensen die zo hard nodig zijn ook. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Kunnen die iets met die NHG-grens? Of is het alleen een mooie definitie op papier, maar valt daar een groot deel van de mensen door buiten de boot als het gaat om het aanschaffen van een woning? Ik ben een beetje aan het zoeken naar de vraag die u aan de Raad stelt, maar misschien kan de Raad dat zelf wel invullen. Mevrouw Wolthuis, namens HAP. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik had al goed geluisterd naar de medespeech van mevrouw Smant. En volgens mij stelde zij de vraag, is betaalbaarheid
zoals wij dat noemen in het rapport, hetzelfde als de NAG-grens. Nou, wij weten allemaal het antwoord dat dat uiteindelijk ja is. En namens HAP heb ik hier al heel vaak aandacht voor gevraagd. Want die NAG-grens is niet betaalbaar, zoals mevrouw Smant ook al zegt, voor mensen met een modaal tot 1,5 modaal inkomen. Dus ik ben ook heel erg blij dat D66 nu bijval geeft bij deze vraag die ik al vaker op tafel heb gelegd. En dat we dus nu ook misschien eens stappen kunnen gaan maken om in Haarlemmermeer te bepalen wat wij betaalbaar vinden voor onze inwoners. De heer Beusberg, in reactie op. Ja, dank u. Ik zou u dan toch willen vragen, ik zou de HAP dan toch willen vragen. Bent u het dan met de fractie van SRH eens om de startersleningen te stoppen en per direct? Want dat zorgt er namelijk voor dat die prijzen ook omhoog gejaagd worden. Ja, het gaat een beetje van de betaalbaar wonen af misschien. Maar mevrouw Wolthuis. De heer Beuzenberg stelt een vraag over de starterslening, voorzitter. Ik ben het niet met hem eens dat wij deze starterslening moeten gaan stoppen per direct. We kunnen uiteraard gewoon een discussie houden. En ik ben eigenlijk ook benieuwd wat andere mensen hiervan vinden. De starterslening komt aan orde. Mevrouw van Straten en daarna de heer Vermeulen. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik denk dat we goed moeten ons realiseren dat er hier eigenlijk twee discussies door elkaar lopen. Het woord betaalbaar, ik denk dat iedereen daar anders over denkt. Hè. Dat is echt een semantische discussie, die hangt ook echt af gewoon van je inkomen. Maar ik kan helemaal meevoelen dat dat een lastig is om te zeggen van als je een docent bent, dat je dan de NAG-grenzen makkelijk kan bepalen. Ik kan uit eigen ervaring wat dat betreft spreken. Maar we moeten hier ook rekening mee houden. Wij stellen beleid vast en daarvoor om dat uit te voeren, willen we aansluiten bij de regels die het Rijk heeft om subsidie toe te kennen, zo noem ik het dan maar even, om weer geld naar ons toe te brengen. Want we hebben inmiddels vastgesteld dat het bouwen hier in de gemeente, en met name, ja, ik noem het dan toch nog maar weer even betaalbaar bouwen, niet kan zonder geld vanuit het Rijk. En als wij dus zelf hele andere eisen gaan stellen, dan maken we dus, gaan wij extra eisen stellen aan projectontwikkelaars. En dat klinkt heel leuk. Maar dat in de praktijk weten we inmiddels dat dat de uitwerking heeft dat daardoor of niet gebouwd wordt of het duurder wordt. Dus ik wil ook iedereen oproepen, verdiep je echt in het onderwerp. Daarom heb ik ook al eerder gezegd, laten we in de inwerkperiode ook op dit onderwerp ook scholing gaan organiseren. Want ik voel helemaal met u mee hoe lastig dat begrip betaalbaar is. Maar om zomaar hier eventjes te besluiten, we gaan van die NAG-grens af, dan schieten we onszelf volgens mij echt in de voet. En dat moeten we niet willen. Ik zie de heer Vermeulen knikken, maar hij wil toch graag het woord. Ja, goed. Ik ben natuurlijk met wat mevrouw Verstraeten hier zegt, ben ik het helemaal eens. Wij hebben gewoon, als Haarlemmermeer heb je te maken met die hele krachtvelden op die woningmarkt die in het hele land spelen. Allemaal willen we natuurlijk graag dat iedereen kan wonen, dat iedereen naar zijn zin kan wonen, dat iedereen gewoon een prettig huis heeft. Maar als we nou gewoon het eerlijke verhaal vertellen, dan hebben wij daar gewoon vanuit de raad gewoon heel beperkt invloed op. En dan de oproep die mevrouw van Straat. Nee, dan wil ik ook nog eventjes hebben over, we hebben het gehad, die jubelton die wordt afgeschaft. Wat je ziet is dat hoe meer geld er op de markt is voor een bepaald doel, hoe duurder het product wordt als er sprake is van schaarste. En wat dat betreft ben ik het natuurlijk eens met meneer Beuzenberg. Ook die starterslening, dat klinkt heel vriendelijk, maar dat betekent alleen dat je nog meer geld op de markt brengt en dat je daarmee de prijzen van woningen opdrijft. Dus eigenlijk het enige wat je de starter meegeeft is een extra pak met schuld die hij uiteindelijk ook af moet betalen. Dus je helpt er geen mensen mee door ze meer schuld te geven. Het enige waarmee je mensen helpt is als je de eisen die je aan een woning stelt dusdanig zijn dat de woning betaalbaar gebouwd kan worden. En mevrouw Verstraeten die gaf net al aan, wij kunnen geen betaalbare woningen bouwen. Betaalbaar betekent hier dat je voor een x-bedrag een huis kan kopen, maar dat de belastingbetaler daar, en dat zijn echt enorme bedragen als je ziet waar wij bij het Rijk om vragen, dat daar gewoon tot een halve ton bij moet per woning van de belastingbetaler, die waarschijnlijk ook een huis heeft gekocht, die daarop overboden heeft, die daar een dure hypotheek op heeft zitten. Dus we kunnen alleen maar door een gedeelte van de rekening bij een ander neer te leggen, kunnen we hier nog betaalbaar bouwen.
En dat is een heel groot probleem die we hier natuurlijk niet op gaan lossen. Want we willen allemaal dat alle... Dat u een beetje... Ja, nou goed, dat alle professies in onze gemeente kunnen wonen. Maar we kunnen daar geen eisen aan stellen zoals u dat wil. Mevrouw Maat, namens CDA. U zat al een hele tijd te popelen volgens mij. Ik zat helemaal te popelen, ja. Nou, het is wat. Ik kan me helemaal aansluiten namelijk bij de heer Vermeulen. Als wij hier als raad gaan stellen dat wij huizen kunnen bouwen voor een ton... dan over 4 jaar is de opkomst 0%. Want dan hebben alle inwoners in Haarlemmermeer hun vertrouwen in ons opgezegd. Want dan hebben we hier gewoon keihard zitten liegen. Dus betaalbaar wonen, ja, dat zou natuurlijk prachtig zijn als we dat kunnen doen. Maar de heer Vermeulen schetst het al. Zo simpel is het niet hier. En aankomende 4 jaar gaan we het hier met wonen ook niet simpel met elkaar hebben. Want het is echt op zoek gaan naar de mazen in het wetbewijs van hoe gaan we het invullen. Kijk, we kunnen natuurlijk, en dat doen we ook, dat gaan we hopelijk in ons nieuwe coalitieakkoord, komt dat er ook weer in te staan van oké, hoeveel procent gaan we dan betaalbaar doen? Hè? De NHG-grens, hoeveel procent betaalbare huur, middelduur. Dat zijn de eisen die we kunnen stellen. Maar ik denk dat we echt als raad deze aankomende 4 jaar veel meer moeten inzetten op out of the box. Wat kan wel, wat kan bij wijze van tijdelijk, tiny huisjes... Maar ook kijk naar het project nu vlakbij Nieuw-Vennep station. Dat zijn dingen waar we gewoon op moeten gaan inzetten, waardoor we snel oplossingen kunnen bieden. En dat zijn geen lange termijn oplossingen, maar we kunnen het verhaal hier niet mooier maken dan dat het is. Dank u wel. Mevrouw Hoesijn, namens de Partij van de Arbeid. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik kan me eerlijk gezegd, ik ga het zo beginnen. Niet zo lang geleden waren de verkiezingen en toen heeft bijna iedere partij geroepen... we gaan betaalbare woningen bouwen, we gaan betaalbare woningen bouwen. En ik vroeg me ook iedere keer af van, hoe gaan we dat doen? Dus ik sluit me dan ook aan bij wat mevrouw Van Straat zei. Laten we elkaar bijpraten en brainstormen van, hoe gaan we dat nou realiseren? En het college heeft ook een paar initiatieven genomen. Op 1 maart zijn we ook geïnformeerd dat ze met een pilot willen starten. Koopstart of duokoop. Ik moet het er even op nalezen. Maar zulke initiatieven maken het mogelijk dat er wel betaalbare woningen gebouwd worden. Dus ik vind dat we met z'n allen gewoon goed moeten nadenken en bij elkaar kunnen komen hoe we straks uiteindelijk die betaalbare woningen ook gaan bouwen. Dat zijn we hier aan doen, volgens mij inderdaad. Initiatieven, de heer Vermeulen. Ja, voorzitter, dan wil ik mevrouw Hoesijn voorhouden dat al die alternatieve financieringsvormen, die zijn alleen prettig voor de eerste koper. En inmiddels zijn ze daar in Amsterdam ook achter. De eerste koper heeft dan voor een relatief lage prijs of lage maandlasten een woning. Zodra die woning voor de tweede keer op de markt komt, dan is het gelijk marktconform. Dus ook als je daar een vorm van erfpacht in stopt, dat verrekent zich uiteindelijk gewoon met de prijs van de woning. Want iemand kijkt naar wat zijn de maandlasten. En als daar een klein gedeelte, een kanon in zit van de erfpacht, dan wordt de grond alsnog gewoon verrekend in de prijs. Ik heb dat zelf meegemaakt, want ik heb ooit ook zo een huis gekocht. Mevrouw Wolthuis, over de initiatieven. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik vroeg me af of wij het over hetzelfde hadden met de heer Vermeulen. Want koopgarant of duokoop of koopstart, hoe we het nu willen noemen, betekent namelijk dat je een huis koopt voor een relatief lagere prijs, omdat de grond over het algemeen niet wordt meegenomen. En dat huis gaat altijd terug naar de woningcorporatie, in dit geval, die dat huis in beheer heeft. En de winst en het verlies wordt gedeeld. Wat uiteindelijk betekent dat de prijsstijging van de woning veel minder snel gaat dan dat je het vrijgeeft aan elke bieder die met... tienduizenden euro's kan overbieden, wat dus een heel ander verhaal oplevert en waardoor de prijsstijging op zo'n woning veel minder snel gaat dan dat we vandaag de dag zien. Zat er nog een vraag in voor de heer Vermeulen? Nee, of wel? Nee, ik denk het niet. Kan ik iemand anders nog over de betaalbaarheid? Mevrouw Gumbert nog? Nou, ik wilde alleen nog reageren op de heer Vermeulen die zei van ja, anders als we kunnen alleen betaalbaar bouwen. De gemeente kan alleen betaalbaar bouwen als er geld van de belastingbetaler bij gaat. Ja, maar dat geldt ook voor het aanleggen van wegen bijvoorbeeld. Daar gaat ook belastinggeld bij. En daarvan denk ik, waarom is dat per se slecht? Het geld van de belastingbetaler, meneer Vermeulen. Ja, dat is natuurlijk heel eenvoudig. Het Rijk belast automobiliteit. Dat brengt, als ik het uit mijn hoofd zeg, ergens tussen de 18 en de 19 miljard per jaar op.
waarvan ruwweg de helft terugvloeit naar het aanleg van nieuwe wegen en onderhoud. Dus dat is, daar wordt een doelbelasting voor in rekening gebracht en daarom is dat vrij billig. Voor wonen geldt dat niet. Voor wonen haal je gewoon geld op bij de belastingbetaler en dat leg je bij op de woning van een ander. En ja, dat vinden wij bij Fortsa niet gepast. Ja, ik vind het prima om hier ook de rijksbelasting te gaan bespreken. Maar ik weet niet of het handig is. Laten we het over de betaalbaarheid van de woningbouw houden. Mevrouw Smant, u krijgt de kans om af te ronden. Ik wil alle collega's hier bedanken voor deze les. Want ik ben in hele korte tijd heel goed bijgepraat. Ik heb me van tevoren ingelezen, maar je kunt natuurlijk nooit zoveel informatie ophalen als gewoon naar u luisteren. Dus dank voor alle informatie. Daarmee is niet gezegd dat het punt natuurlijk van tafel is. Ik denk dat wij wel huiswerk te doen hebben als het gaat om betaalbaar wonen. En als het gaat vooral dat, de creatieve oplossingen. Het maatwerk en kijken wat er mogelijk is. En daar zou ik nog eens een keer voor willen pleiten. Dat we daar de handen voor op elkaar krijgen. Dank u wel. Nou, daarvoor zijn we ook in deze zaal om oplossingen te gaan verzinnen, denk ik. Zijn er nog anderen die iets in de tweede termijn willen inbrengen? Dan constateer ik dat dat niet het geval is. Dan dank ik u allen. Ook, en met name vooral degene voor wie dit de eerste keer was. Ik hoop dat jullie er evenveel van genoten hebben zoals ik. En ik zie jullie allemaal graag bij de volgende sessie. En ik sluit deze sessie.
geachte leden van de raad, aanwezigen, boeren, burgers, buitenlui, in ieder hier aanwezig. Het is inmiddels 7:30 op de klok, dus 8:30 in het echt in deze wereld. En ik open de sessie die we hiervoor hebben liggen. Dat gaat over de startnotitie visie op digitalisering. Mevrouw Verstraeten heeft namens de VVD mij het woord gevraagd. Die geef ik als eerst het woord en dan heb ik daarna besloten, dan doe ik het gewoon op volgorde van grootte van de partijen. Dat wordt nog heel moeilijk, maar daar hoef ik niet over om te kijken. Maar ik begin in ieder geval, begin is makkelijk, laat ik het zo zeggen. En het begin is bij mevrouw Verstraeten namens de VVD. Dank u wel, voorzitter. Digitalisering brengt ons veel goed, maar digitalisering vraagt wat de VVD betreft ook om een sterke marktmeester. Dat hebben ze in Europa inmiddels ontdekt en ook in de Tweede Kamer zijn ze daarmee bezig. En die rol moeten wij wat ons betreft ook lokaal oppakken. En de VVD is dan ook blij dat het college ons nu een startnotitie geeft, waardoor we het gesprek kunnen voeren over de inzet van digitalisering en de eventuele kaders. Als VVD wil ik 3 onderwerpen vandaag bespreken. Voornamelijk ook met mijn collega's, maar ook om mee te geven aan het college voor eventueel wijzigingen in de startnotitie of aanpassingen. En die 3 zaken gaan over het eerste, wat voor een gemeente willen wij zijn? Wordt hier een beetje gesuggereerd dat wij een slimme volger willen zijn. Nou, ik ga me al meteen maar weggeven wat de VVD betreft, gaan we een sterke inhaler worden. En daar zal ik zo iets meer over zeggen. Dan wil ik het hebben over de voorgestelde principes of het kader. Hè. Er worden serviceprincipes, digitale principes en dataprincipes voorgesteld. Daar wil ik iets over zeggen. En over het vervolg, de verdere uitwerking van deze startnotitie. Nou, u hoorde het al een beetje aan de toon die ik heb gezet. De suggestie dat wij een slimme volger op dit onderwerp moeten zijn, zoals ik die in deze startnotitie lees, daar zijn wij het niet mee eens. Als het over digitalisering gaat, dan gaat het eigenlijk ook meteen over hele belangrijke waarden zoals rechtsbescherming, veiligheid, autonomie, gelijke behandeling en dergelijke. En dat zijn wat ons betreft geen onderwerpen waar je afwachtend een afwachtende houding bij gaat nemen. En het feit dat het college denkt, geeft ons wel een beetje het gevoel dat de urgentie nog niet helemaal overgekomen is om het over dit onderwerp te hebben. Mevrouw Staat, die urgentie is wel bij de heer Den Butter. Die wil iets interromperen namelijk, namens de ChristenUnie-SGP-fractie. Ja, ik zit eigenlijk met stijgende verbazing naar uw betoog te luisteren. Omdat volgens mij, als ik naar de oplegnotitie en de stukken zit te kijken, dan wordt er met name gevraagd voor een proces voorstel hoe we deze digitalisering vorm gaan geven. Nu gaat u al kaders meegeven, maar volgens mij zijn we helemaal nog niet in dat stadium. Of heb ik dat verkeerd begrepen? Mevrouw Verstraeten. Dank u wel, voorzitter. Nou, ik vat een startnotitie altijd op als een begin van een discussie. En dan kunnen we aan de hand van die discussie kan het college eventueel de uiteindelijke notitie aanpassen of niet. En dan hebben wij in ieder geval al die discussie gevoerd, deels. En dat moment wil ik niet voorbij laten gaan, dus vandaar dat ik dat ook nu aanpak. Nou, wat ons betreft dus sterke inhalen en vindt de VVD ook dat in het volgende college die portefeuille door iemand moet ingevuld worden die die inhaalslag kan maken. Nou, dan omwille van de tijd ga ik niet al te lang stilstaan bij de serviceprincipes. Die hebben we onlangs bij de bespreken van de dienstverlening ook al eigenlijk aangenomen en omarmd. En dan wil ik het over de digitale principes hebben. En dan één principe wat voor de VVD heel belangrijk is op het moment dat we digitale instrumenten in gaan zetten, is wat ons betreft een probleemanalyse. Die moet daaraan vooraf gaan. Hè. Wat is nou precies het probleem wat we hiermee gaan oplossen? En er moeten alternatieven voorgesteld worden. Deze wens zie ik een beetje terug bij punt 1. Hè. Gebruikmaking van digitalisering moet van maatschappelijke waarde zijn. Maar dat is wat ons betreft nog een beetje te vaag. Dus ik zou in ieder geval ook met mijn collega's van gedachten willen wisselen. Maar in ieder geval ook het college de oproep willen doen. Kan dat niet wat concreter geformuleerd worden? En dan doe ik gelijk een tekstsuggestie om de maatschappelijke waarde aan te tonen. Moet er een probleemanalyse zijn gemaakt en moeten er alternatieven voor gelegd zijn? Dat zou wat ons betreft een mooi kader of principe zijn. Dan de dataprincipes. Die vormen ook mooie uitgangspunten.
Wat wij worstelen dan nog wel een beetje met hoe houden wij als raad dan toezicht op de uitvoering daarvan? Hè? Hoe worden die dataprincipes gehanteerd? En ik weet niet of het college daar al meer idee bij heeft, maar dat zou ik dan graag van ze horen. Hoe wij daar als raad op die uitvoering...